Dat het stadspark en andere groene plekken in de stad als een long zijn voor Antwerpen weet iedereen. Maar in welke mate precies, dat weet niemand. Bio-ingenieurs van de Antwerpse Universiteit onderzoeken nu aan de hand van bodem- en boomstalen hoeveel luchtverontreiniging een stadsboom precies kan wegnemen. Wat wij doen, dat is eigenlijk de eerste keer, denk ik, in de wereld dat dat op die manier gebeurt, is eigenlijk echt gaan kijken, een volledige stadsboom van, laat zeggen, top tot teen, gaan kijken hoeveel stof dat er eigenlijk op die bladeren gaat liggen, om dan rekening te houden met hoeveel bladeren dat er op die boom zitten, te gaan kijken hoeveel dat er echt weggevangen wordt. Nooit eerder deden onderzoekers hier dus metingen naar op deze schaal. Want de bio-ingenieurs nemen stalen op verschillende plaatsen in de stad, van verschillende bomen en op verschillende hoogten. En concreet, het signaal dat we dan meten op deze blaren zal ons een idee geven over twee verschillende zaken. Enerzijds de opnamecapaciteit van de stadsbomen zelf. Dus hoeveel kan een stadsboom uit de lucht halen van fijnstof. En anderzijds gaan we ook een idee krijgen over de achtergrondconcentratie van uw fijnstof. Op plekken met een hoge concentratie aan fijnstof gaat er namelijk meer fijnstof afgezet worden op de bladeren dan op plekken met een lagere concentratie. Met de resultaten van het onderzoek kan de UA aanbevelen op welke plaatsen welk type boom het best kan komen. Met het onderzoek hopen wij een antwoord te kunnen geven op enerzijds hoeveel vervuiling die bomen wegnemen, maar anderzijds ook hoe de vorm van een boom daar een rol in gaat spelen. De grootte van de bladeren, de hoogte van de boom zelf, zodanig dat wij eigenlijk aanbevelingen kunnen gaan maken van welk type boom dat er best thuis horen in steden en ook waar en hoeveel van die bomen bijvoorbeeld zouden moeten geplant worden. Het groen in de stad neemt natuurlijk niet alle luchtverontreiniging weg, maar hoeveel het daar precies bij helpt, weten we dus binnenkort.